Nou, wat het zeker anders is, dat is in het begin. Want het is in één keer in een paar weken dat je heel veel kilo's vet verliest en een boost aan energie krijgt. Dat heb ik bij Nederland Slank gedaan. En toen ben ik 13 kilo afgevallen in een periode van, ik denk, iets minder dan 3 maanden. Ik ben, als ik me dat nog goed kan herinneren, in een periode van 3 weken 9 kilo afgevallen. Ik ben nu in totaal 42 kilo afgevallen. Ik ben 23 mei, jongstleden, ben ik begonnen met het programma van Nederland Slank. Het leek me een heel streng programma, maar uiteindelijk viel het eigenlijk reuze mee. Want als je er eenmaal aan begint, dan merk je dat het eigenlijk heel makkelijk is. Je hebt geen hongergevoel en dat voelt gewoon heel goed. Ja, je krijgt geweldig veel energie. Je krijgt zoveel energie ervan. Wat ook nog een belangrijk ding is, wat ik merk, is mensen reageren anders op je dan op wanneer je dik bent. Ja. Ja. Hallo, ik ben Lisbeth van Duin van Nederland Slank. En we leren mensen snel afvallen zonder honger, zonder pillen, zonder shakes, zonder injecties, maar met normale voeding. De ene is groffig en de andere is fijn. De groffig gaat makkelijker. Ik heb heel veel diëten gedaan. Heel veel. Maar het werkt allemaal niet meer. Of het werkte niet, het lukte niet. Crash-diëten. Dat lukte gewoon niet. Ik denk dat ik er 3 maanden over gedaan heb, ongeveer over die 16 kilo. Ik ben 23 kilo afgevallen. De eerste 17 kilo was binnen 2,5 maand. En daarna nog, de maand daarna nog de rest, zeg maar. Dat ging eigenlijk nog door. Ik had altijd een redelijk hoog cholesterol en die is nu echt van 8 naar 5,5 teruggegaan, gewoon vanzelf in die eerste 4 maanden dat ik bezig ben geweest. Maar het is ook niet vervelend. Je leert gewoon op een nieuwe manier eten en nu ren ik eigenlijk weer als een kiefiets. Nou, ik slaap een stuk beter, want ik ben ook in de leeftijd van de overgang. Dus ik had heel last van opvliegers. Die zijn ook een heel stuk minder geworden. Karin is aan het programma begonnen. En toen had zij zulke goede resultaten dat ik zoiets had van, dat wil ik ook. Dit moet ik ook. Ja, ik ben 33 kilo afgevallen, maar ik wilde nog heel graag 10 af hebben. Ja, ik kom wel ook van ver. Ja. Niet zo ver als zij, maar dat. Het was in de family, zeg maar, ja. Dat we dingen lekker vinden. Ja. Nou, ik was eigenlijk een beetje een identiek verhaal van, oh, je bent jarenlang aan het lijnen en het lukte me niet. En toen werd ik eigenlijk door een andere vriendin doorverwezen naar Lisbeth. Dus toen ben ik begonnen en inmiddels al 41 kilo kwijt. Dus, Zo trots op haar. Ik ben 41. Ja, goed hè? Je ziet er echt heel goed uit. Ik ben serieus bijna 20 jaar bezig met mijn lichaam en voornamelijk mijn onderlichaam. Ik heb lipödeem gehad inmiddels en dat is een aandoening waarbij dus een storing is in de aanmaak van je vet en de afvoer van je vocht. Nou, dat is ook best een pijnlijke kwaal, want heel snel blauwe plekken en dan ook echt opgeblazen kuiten, benen. En ik ben begonnen 25 maart en inmiddels 14 kilo lichter, echt voornamelijk bij mijn onderbenen. Onderbenen, heupen, maar ook mijn bovenarmen. En tot bijna 60 centimeter in omvang en dat is echt gewoon fantastisch. Ik voel me zoveel lekkerder. Ik ben ook letterlijk lichter, pijnvrij, dus dat heeft me echt heel veel gebracht. Echt waar. Thank you.